Hallo allemaal, daar ben ik weer en ik laat jullie nu een kaart zien die ik gemaakt heb met het papier van Pepermania. En dat zit in een pak met een heleboel vellen, maar ik heb gewoon dus 4 kleurtjes uitgezocht die bij elkaar passen. En die heb ik dus verpakt per 4. Er zit in een groen vel, deze heeft een stipje. Maar er is er ook eentje met een motiefje. Een rood vel met een motief erin. Een licht gekleurd velletje met kerstmotieven. En een goudkleurig vel met ook kerstmotieven. En van deze 4 ga ik de volgende kaart maken. Deze velletjes zijn in A4 formaat te koop voor €1,95. Ik leg het even weg en dan laat ik jullie zien. Ik heb voor de kaart genomen de linnenpersing van Linnen Art. Ik geloof dat het de koffiekleur is. Het is 13,5 bij 27. Dus die heb ik dubbel gevouwen. Hierop komt, ik heb het al eigenlijk voorgewerkt. Ik zal het eventjes apart laten zien. Want het is nogal een werkje geweest. Ik heb hierop een mat. En die is 13,1 bij 13,1. Daarop komt een designpapier, het groen met een stipje, 12,8 bij 12,8. Op dat designpapier gaat dus de klok van Tim Holtz. En let even op, dit is 12, dit is 6. Dat je dat dus, ik zal het even laten zien, dus goed erop legt. Ik heb hem dus al voorgewerkt omdat het dun papier is en als het blijft plakken met de lijm dan trek je het uit elkaar. Dus ik heb dat van tevoren even gedaan. Verder heb ik dus met de diverse mallen de poinsettia van de miniserie De Grootste Maat. Heb ik dus uit het rode papier een ster gestanst. En ik heb van de andere poinsettia's van Marianne deze en deze gedaan, ook uit het rode papier. En het labeltje wat ik op de kaart maak, heb ik gemaakt van dit labeltje van Nellie Snellen. In het labeltje zitten 2 gleufjes en die zijn een halve centimeter. Dus ik heb een stukje van het rode papier, heb ik met mijn ruitjesliniaal. Ik leg het dus, ik zal het even pakken, aan de onderkant gelijk met het papier, het eerste lijntje. En dat snij ik af en dan krijg je dus een strookje van een halve centimeter. En dat past dus precies in de gleufjes van het labeltje. Ik leg het even weg. Ik heb dus ook de sneeuwman gestanst. En ik had het eigenlijk al gedaan, maar ik kwam met een klant binnen, dus ik moest even stoppen. En die heb ik dus in de mal laten liggen met de, kom hier, hij wil niet, met de mal erop, zo. En toen met vintage foto van Distress Inkt de reliefjes gemaakt. Dus hij is geëmbossd en op dat geëmbossde heb ik dus een beetje bruine inkt gedaan, zo. Nou gaan we verder met de kaart. Ik heb hier nog een tweede set liggen. Die heb ik al voorgewerkt en die gaat dus even weg. We hebben hier de kaart. En de mat heb ik ook al voorgewerkt. Ik haal weer een klein stukje los. Vouw het om. En ik kijk even of die netjes in het midden ligt. Zo ja, dan haal ik deze weg. Zo. En dan even de rest van de beschermlaagjes eraf. Nou, degenen die vaak naar mijn filmpjes kijken, die weten hoe ik dat doe. En dan heb je nooit last van verschuiven. Zo. De poinsettia, deze, die heb ik dus een beetje gebogen. Dan geeft het een levendiger effect. Dat doe ik als volgt. Ik zet mijn duim hier op het blad. Even kijken, is het te zien? En dan knijp ik dit even een beetje bij elkaar, die puntjes. Ik zet hier mijn nagel van mijn duim. En kijk. Zo. Zo. Nou, met mijn gaatjestang, met het ene puntje, heb ik dus gaatjes in de bloem gemaakt. Alle drie op elkaar. En met een spacertje en een splitpen. Nou is deze toevallig te groot, dat zie je niet zo erg. Maar op de kaart zie je hem wel. Het spacertje, goudkleurig met een splitpennetje. Heb ik dus hem van tevoren vastgezet voordat ik hem op de kaart heb geplakt. Nou, de wijzertjes die moeten nog even naar het andere pakketje toe. Zo. En verder heb ik dus een strookje gesneden van 2 centimeter bij 13,1. Ook weer van het ecru-kleurig papier. En dat gaan we ook op de kaart plakken. Dus de klok zit erop, de wijzers zitten erop. Ik heb de wijzers geplakt, want er komt iets overheen en dan zie je dus niet... als je het met een splitpen zou doen, dan valt hij niet op. Dus ik heb ze gewoon vastgeplakt. Nou. Dus dan gaat dit strookje in gebroken wit. En hier haal ik wel even één stukje eraf en de rest laat ik straks. En dat komt op ongeveer een centimeter of 2 van onderen. Aan de onderkant, zo. Het is dus net zo breed als de mat. En dan is het net of het doorloopt. Dan heb ik van het rode designpapier een strookje gemaakt van 12,8 bij 1,5. En ook hiervoor gebruik ik mijn ruitjesliniaal. Want het zijn hele smalle strookjes en je gaat gauw schuin of scheef. En wanneer je dus je ruitjesliniaal op je papier legt en je telt, dit zijn dus 3 ruitjes. Nou, dan heb je altijd een goede maat. Deze gaat op het... Die gaat hierop. Even kijken, doen we ook maar even. Nee, ik doe hem zo aan deze kant. Ik ben links, dus ik doe altijd alles eerst aan de rechterkant. Zo. Nou, dan gaat hij eraf. Zo. Dan het andere randje er even af. Eventjes een... Maar het gaat wel. Zoals je ziet. Zo. Dat zit ook. Dan komt erop een designpapiertje van... Even kijken. Dat was 8,5 bij 9,5. Dat gaat er eerst op. Dwars op. Zo. Even kijken of die recht ligt. Ja. Zo. En hierop komt een scrapje van het andere papier wat erbij zit. Met, in dit geval met de kerstblaadjes, hulsblaadjes en die is dus 8 bij 6. En die gaat hierop. Zo. Dan gaat hier het labeltje op en ik heb het rode papier gebruikt en dan is het net alsof het labeltje doorloopt. Je kan het nog iets opschuiven, zo. Dus hier gaat ook tape op. En ik neem hiervoor meestal de 3 mm tape. Zo, dat is heel smal. Dat is net goed. Zo, dat gaat hierop. Als je dus plaats hebt bepaald waar het labeltje moet zitten, dan kun je hem gelijktijdig vastzetten. Want hij schuift nou natuurlijk niet meer. Zo. En dat gaat een beetje, niet helemaal in het midden, maar zo. En hier kun je dus een tekst op stempelen of met een sticker tekst erop plakken. En dan gaan we dus de sneeuwman erop doen. Dat doe ik met een stukje foamtape. Dan staat hij iets van de kaart af. Het geeft meestal wel een goed effect. Zo. Dit is voldoende. Zo. Nou, eens even kijken of we hem leuk neerzetten. Een beetje binnen de... Dus armpjes moeten binnen de kaart blijven natuurlijk, anders dan gaat het stuk in de... als je hem in de envelop doet. Nou, dat is hem dan. Zo is die geworden. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie weer ideeën hebben opgedaan. Heel simpel. En ja, het is toch heel apart. De klok valt misschien niet zo erg op. Maar ja, zo wel, maar een bepaalde lichtval. Maar dat hoeft ook niet. En ik zou zeggen tot de volgende kaart.